die kennen Metro, want het is gewoon een hele mooie game. Ja, en ik weet niet, waar zei ik Siri? Kun je me alsjeblieft vertellen waar ik Siri zei? In de... Spoel even terug. Waar zei ik iets dat lijkt op het woord Hey Siri? Waar... Kijk, nou zou je zeggen, Peter zit hier, hoort hij niet in Los Angeles te zitten, nu de E3 helemaal is losgebarsten? Nee! Jawel, ik zit op dit moment wel in Los Angeles, mensen. Maar je bent nu hier! Maar ik ben nu eventjes teruggevlogen naar Bunnik om even deze video preview op te nemen. Ja, want Peter was namelijk zomaar in Londen pre-E3 om alsnog met Metro Exodus aan de gang te gaan. En die game is natuurlijk uitgesteld, maar Peter heeft hem gewoon kunnen spelen. Ja, ik was echt heel erg blij, want hij werd net voor de trip uitgesteld. Dus het, oh god, nou wordt die trip natuurlijk ook uitgesteld. Maar niets is minder waar, we mochten gewoon naar Londen en dat doen publishers, hè, zodat ze... niet hoeven te vechten om aandacht op de E3, want dan hebben we af en toe een half uurtje tijd. Maar nu mocht ik gewoon 3 uur lang aan de slag Metro Exodus. En hoe is dat? Want kijk, dat is natuurlijk één groot ding wat we allemaal ons afvragen van Metro Exodus. We hebben het er notabene ook al over gehad in een nieuwsupdate. Maar wij zaten daar bij die Xbox persconferentie. Vorig jaar, 2017. Toen die game werd onthuld en toen hadden wij zoiets van, ja... Amahoula met je in-game beelden. Dit is niet echt. Die wereld, hoe groot dat eruit ziet, hoe mooi dat is, hoe vloeiend die gameplay was, dat kan niet. Dat kan niet. En het was op een Xbox One X. En ja. Onze speelsessie op, in Londen was ook op een Xbox One X. Ja, en dan vraag je je meteen af, hoe ziet het eruit? Net zo mooi als toen. Oké. Ja. 90% zo mooi als toen. Ja, maar waar hebben we het dan over? Het heeft me echt verbaasd. Kijk, Metro Exodus gaat iets heel anders doen dan Metro 2033 en Last Light. Metro, heel kort, post-apocalyptisch Rusland en je moet overleven in het metrosysteem van Moskou. Tenminste, in de eerste 2 delen. Super vette game, super hardcore, ongelooflijk mooi waren de eerste 2 games ook. Ja, nog steeds. En er was ook heel erg een soort strategie van jouw guns hebben kogels, maar die kogels zijn ook de currency in het spel. Dus je moet betalen met hetgeen waar je jezelf ook mee verdedigt. Voilà, en dat was een super leuke en heel spannend, bijna horrorachtige gameplay. Metro Exodus, deel 3, daarin moet je de staat of het land uit. Je moet Rusland uit. Oftewel, we gaan uit de tunnel en we gaan een treinreis maken vanuit Moskou het land uit Rusland. Het is eigenlijk Train Exodus. Het is eigenlijk Train Exodus. Ja, oké. Okay, maar een trein, dus wel... een metro kan ook bovengronds, want dat hebben wij ook in Rotterdam. Tram Exodus. Maar oké, okay, dus dan ga je daar naar buiten. Dus dat is nou dezelfde post-apocalyptische gameplay, maar dan in het open. Maar ja. Hoe moet je dat dan zien? Gaan we dan nog steeds met een lineair verhaal? Of is het dan wel echt letterlijk een open wereld? Nou, de grap is dat qua vibe en qua sfeer deze game heel erg doet denken aan Fallout. Met een paar hele grote verschillen. Het is echt een shooter. Echt een hardcore shooter. Er zijn weinig subquests, want het draait heel erg om het verhaal. Dus ja, het is lineair. Het zijn open werelden. Een beetje zoals dat is in Uncharted 4. Weet je, en God of War heeft dat ook. Je hebt allemaal verschillende open werelden. Dus tussen de levels laat je. Ja, oké. Okay. En het gaat heel vaak dan zo, weet je wel. Jij bent met je trein, met je team op pad. En dan opeens is een blokkade, want er staat een brug open. Dan zegt de commandant zegt tegen jou, ja jongens, je brugski moet naar beneden ski. En dan moet jij heel erg opschietski. En dan moet je die brug fixen. Of super racist. Ja, maar ja, nou oké. Okay. Maar dat is dus wel een soort van door een lineair verhaal. Ik bedoel vrij letterlijk, je volgt de rails naar buiten. Ja, maar waar de trein al stil staat, dat is een hele grote open map. Wat super mooi is. Je kan echt zo ver kijken. Er zit een dag- en nachtcyclus in. Er zit een heel weersysteem in. Dus het is ook nog afhankelijk van of het mist is. Regen. I know, right? Het ziet er zo ontzettend mooi uit. Ik vraag me ook af welke PC dit... Ik vind het serieus bijzonder dat de Xbox One X dit trok, wat we hebben gespeeld. En wat heel leuk is dat alles in je hut, zeg maar wat er allemaal op je beeldscherm staat, is er niet. Dus alles is functioneel. Dus het aantal kogels staat op je arm. En ook je kaart. Je hebt geen hut in beeld. Je kaart is letterlijk een kaart, een papieren kaart. Dat is fijn, want dat gebeurt de laatste tijd te weinig. Ik weet dat bijvoorbeeld Alone in the Dark dat deed, heel erg soort van fysieke minuutjes. Ja. Of in ieder geval de minuutjes zitten in de game, niet er overheen gelegd. Ik vind dat fijn dat dat terugkomt, want dat heeft ook iets meer die survival vibe. Veel meer, want wat je op die kaart ziet zijn 2 dingen. Namelijk je missielocatie en waar jij bent. Alleen die map
is 80 keer zo groot als waar jij bent in de missielocatie. Nee, nee, dus wat ga je doen? Je ziet daar een huisje, dan ga je heen. Nee, je gaat in een radiotoren klimmen en dan druk je even op X en dan synchroniseert hij de omgeving en dan poppen er allemaal icoontjes op. Nee, zo werkt het dus niet. Nee, oké, ik ben wel benieuwd, is het een beetje zo, moet je het een beetje als een soort van Ubisoft open wereld zien? Nee, maar niet. Nee, want er zijn wel subquests. Wat is er dan te doen in zeg maar zo'n open area? Nou, weet je wat het is, Tom? Jij bent... Metro is een moeilijke game. Het is geen Far Cry, het is geen whatever, Uncharted. Het is een moeilijke game. Je hebt gear nodig. Jouw gear, daar valt of staat het mee. Anders ga je gewoon echt veel te vaak dood. Je kogels zijn schaars, je moet je wapens upgraden. Betaal je nog steeds met kogels? Nee, je betaalt niet met kogels. Maar het is wel heel schaars. En je moet je wapens upgraden, et cetera, et cetera. Dus je hebt gewoon spullen nodig. Ja, oké. Okay. Ja. En als je in een ander dorpje bent, dan kan het heel goed zijn dat je inderdaad een subquest krijgt. De game is niet subquest-vrij, alleen de subquests worden er alleen maar in gedaan als ze echt een mooi verhaal hebben, een goede story. Het is niet een fetchquest of whatever. Maar jij hebt gewoon je gear nodig en je bent gewoon, omdat die wereld zo mooi is, benieuwd naar wat overal is. Ja, dus dan krijg je een beetje dat scavenge-gevoel, neem ik aan. Dat je echt denkt van, oké, post-apocalyptisch, er zijn er allemaal huisjes, ik ga kijken waar ik naartoe kan komen. Ja, en dan kan het dus ook zo zijn dat je bij een groep huis komt waar een stam leeft. Dus waar een groep mensen is die daar samen leven. Die hebben dan misschien wel een missie voor je, maar het zal niet zo zijn zoals bij Fallout of bij Oblivion of whatever. Van, dat je een hele rij missiedoelen krijgt, continu. Dat je denkt van, oh, ik moet weer 5 beren doodmaken voor deze ene guy, zonder enige reden verder. Ja, daar over gesproken, de game is echt, echt heel moeilijk. Heel veel gemuteerde wezens natuurlijk, het is post-apocalyptisch. Je bent best wel de underdog. Je bent heel erg de underdog en ik heb zelfs een mooi water gezien. Is dit echt weer het punt? Komen we weer terug op van water. Hoe mooi is het water? Ik bedoel, je speelt op het land toch? Nee, je speelt op het land, maar op een gegeven moment moet je dus naar een soort tribe. Die zijn heel erg religieus en die wonen op een eilandje. Dan moet je met een roeiboot. Zwervel. Hoe ik dat ook voordoe. Ook. Ja, mooi. Met een roeiboot en dan zie je het water, maar je ziet ook gemuteerde wezens in het water voortbewegen. Het is echt bizar, want die wordt echt heel bang. En wat de game heel goed doet, de game pakt het af en toe even over. En nu wil ik je even mee terugnemen naar de 2017 Xbox persconferentie. Aan het eind van die demo kwam er namelijk in één keer een monster uit een deur. Toen dachten we allemaal, dit kan nooit in-game zijn, dit is heel erg scripted. Dat is ook scripted. Ja, oké. De game pakt op sommige momenten even de controle van je over. En dan opeens word je overvallen op een boot. Ja. En door zo'n wezen. En dan krijg je een quick time event. Dus dan kun je het wezen van je afduwen. En dan kun je het wezen, dan gaat de gameplay weer terug naar wat het was. En dan kun je het wezen gewoon kapot schieten. Maar dat kan dus ook zomaar gebeuren als je ergens een huis binnenloopt. En opeens vanuit een deur dus een soort ondode op je afkomt. Dus je bent continu op je hoede. Ja, maar dat is ook een beetje dat speelt weer in op een beetje dat horror segment wat je zegt. Dat het een beetje thrillerachtig is. Maar nu weten we ook dat die trailer dus niet gelogen was. Want zit dus wel in de game, maar de game neemt af en toe de controle van je over. Ja, en ze hebben de cutscenes of de quick time events eruit gehaald. Die laten ze niet zien. Die zie jij natuurlijk wel in je beeld. Ja, dat mag ik hopen. Ja, oké, dat is wel de enige hut die je nog wel krijgt, want de knopje in moet drukken. Ja, en als je bij de domen zie je het ook wel, weet je, maar nog zoiets, upgraden van wapens, is heel erg nodig. Je kan 's nachts spelen, dan heb je een night vision nodig, je kan stealthy spelen, heb je een damper nodig. Daarvoor gebruik je gear, die gear en die loot, die verzamel je in het spel. Vervolgens zijn er allemaal workbenches verspreid over de wereld en daar kun je echt nieuwe dingen creëren. Daar kun je een damper creëren. Maar je kan craften. Ook craften. Ja. Dus het is best heel uitgebreid. Craften zijn echt vanaf de kolf tot aan de heft, tot aan de lopen, de vizieren, alles kun je aanpassen. Netjes. Wat heel tof is, is dat als je in het spel zit, dus als je niet meer bij een workbench bent en je wil je van tactiek wisselen en je hebt genoeg wapens, je kunt van wapen wisselen en je hebt even een damper nodig, dan kun je dat aanpassen in het veld. En dat doet hij zo vet. Niks minuutjes, niks Pip-Boy. Nee, je gaat echt op de grond zitten, je ziet dat hij je rugzak pakt, hij pakt de gun eruit en je gaat op die manier ga je alles aanpassen. Het ziet er zo realistisch uit. Ja, dat is vet. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben in gameplay mechaniek op een of andere manier, al die minuutjes hebben ze anders nagedacht dan wat wij allemaal best wel gewend zijn. Ja. En ze hebben gewoon alles visueel vertaald naar hoe zou dat in het echt zijn. Dus dan sta je gewoon met je gun zo een beetje. En je gaat ook heel vaak dood in het spel, dus moet je weer medische medpacks hebben. Hup, tas op de grond, medpacks eruit maken. Weet je? Niks hotkey. Het ziet er zo vet uit. Je wordt meegesleurd in die game. En daarom is het ook superleuk om door te blijven spelen, omdat je zoveel gear nodig hebt en je hebt altijd te weinig. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe lang de game nou uiteindelijk gaat zijn, want dit klinkt allemaal zo ontiegelijk goed. Ik snap het uitstel ook volledig, dus hoop ik wel dat er ook wel echt een goede campaign in zit. Die treinreis de game gaat om de campaign, dus er is ook geen multiplayer aangekondigd. Was in het vorige deel ook niet echt. Nee. En ze zijn al sinds 2013 bezig met deze game. Echt bizar, vijf jaar. En ze zeggen dat ze moeite hebben om dit op een 50 gigabyte disc te krijgen. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ook als je denkt aan hoe mooi het is en 4K textures, alles. Dat gaat inderdaad wel lastig worden. Maar echt die gasten, want het is 4A Games, hè? Ja. Dat is gewoon een Oekraïense studio, als ik het goed heb.
Dit komt ook weer een beetje out of nowhere. De Metro games zijn een beetje de underdog, maar die zijn zo... Het zit een beetje in het oostblok nu, die mooie games. Ja. Metro is inderdaad een beetje de underdog, maar het is wel voor fanatieke gamers die echt van graphics houden en een beetje meer verhalende, moeilijkere, single-player-achtige single-player shooters, die houden van Metro. En ik denk dat zij Metro Exodus een hele mooie stap gaan vinden. Ja, sowieso mooi, dat ongetwijfeld. Ik hoop dat het een nieuwe benchmark game wordt, omdat Last Light en 2033 dat ook heel lang zijn geweest. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Het enige wat nog niet zo mooi is trouwens de gezichtsanimaties. Daar baal ik van. De rest is de omgeving heel mooi. De gezichtsanimaties en de impact van de kogels, daar merk je nog dat er werk aan is. Maar de omgeving hebben ze echt zo top notch. Maar ze hebben nog wel bewegingen zijn. Ja, ze hebben hem uitgesteld. Ook vanwege dat ze zeggen, het is te druk eind van het jaar. Ja, dat snap ik ook. Ja. Ze zijn er best wel eerlijk in. Ik hou er wel van. Al het gelul. Polish. Wij zijn de beste. Ja, ze gaan natuurlijk wel polishen. Maar aan de andere kant, ze zeggen ook wel gewoon eerlijk. We willen niet gewoon naast Red Dead Redemption 2 zitten. Wat gewoon een logische keuze is. Mag je gewoon, wees de underdog. Ja, omarm je underdog status. Goed. 2019 begin. Komt-ie. Metro Exodus. Wij hebben er heel veel zin in. Oh. Geschreven preview. Check hem. Kun je doorklikken waarschijnlijk.